officiële het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden is officieel geopend. Dat gebeurde door de heer Van der Donk, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, en de heer Van der Heijden, de voorzitter van Raad van Bestuur van Bernhoven. Het ontwerp creëert een helende omgeving met aandacht voor mens en natuur. Jaarlijks verwacht Bernhoven meer dan 170.000 patiënten te behandelen. Wij nemen u nog even mee terug wat er allemaal gebeurd is en wat eraan vooraf ging aan het nieuwe ziekenhuis. Voor onze mensen, de patiënten, werken met onze mensen, alle medewerkers. Dat maakt Bernhoven een parel in het Brabantse land. Dat land dat wordt gekenmerkt als tweede economische regio van Nederland. Een land van aanpakken, een land van ondernemerschap. En dat is een van de waarden van Bernhoven en daar voelen we ons bij thuis. Bernhoven is een echt Brabants ziekenhuis waar kwaliteit en veiligheid het fundament is waarop gastvrijheid wordt uitgebouwd. We zijn vereerd dat de eerste burger van dat Brabant, de heer Wim van der Donk, de openingshandeling straks zal starten. En dat morgen een andere grote Brabander het feest voor alle medewerkers gaat opluisteren. Maar voordat we die openingshandeling gaan verrichten, geef ik graag het woord aan de commissaris van de Koning. En ze hebben langlopen gissen, daar gaat dit rumoer over. Ik heb ook wel zo'n idee wie dat zal zijn. En dat is een mooi feest dan. Meneer de burgemeester, dames en heren, betrokkenen bij de Nederlandse gezondheidszorg, personeelsleden, betrokkenen, patiënten. Wat mooi om hier te zijn op een inderdaad historisch en bijzonder moment. Ik heb begrepen dat we geen linten gaan knippen, wat anders gaan doen. Maar het is misschien wel mooi om te zeggen dat ik dat heel graag gedaan zou hebben. Knip de banden niet door. Want de komst van dit ziekenhuis heeft in Os en Veghel natuurlijk de nodige emoties gekost. Maar ik denk dat het uit te leggen is dat we trots kunnen zijn dat zo'n ziekenhuis zich als een ziekenhuis van de regio gaat manifesteren. In deze prachtige omgeving van de Maashorst, een landschap dat allure heeft, geeft de verwachting dat ook dit ziekenhuis de allure zal krijgen die het verdient. Ik ben er daarom trots op om vandaag de openingshandeling te mogen starten. Er is geen toekomst zonder historie waarop wordt voortgebouwd. En die geschiedenis is door deskundigen van binnen en buiten het ziekenhuis beschreven in het boek De Vele Gezichten van Bernhoven. En daarvan bied ik u als commissaris graag het eerste exemplaar aan. En het moment dat u dat aanneemt, zal de openingsact van start gaan. Een bron van kracht.
Zon.